zal de burgemeester helemaal en de Frans burgerbos in de Keukenhuis kunnen vragen om voorzichtig de ijswaren te komen. Ik weet burgemeester dat ik gewoon aan de activiteiten die daar waren links en rechts op wat gedaan was, want dit is nog niet zo. En ik wil jullie vragen om de baan te betreden en dan een aanvraagnemer is Sok Sisi. En het is de bedoeling dat je in het blauwe vak zo dicht mogelijk bij de betreden. Keukenhuis 2016 is bij deze geopend. Burgemeester Hillenaar, u heeft net Kuik on Ice geopend. U gaf aan van de opbouw ging ontzettend snel. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou ja, hier tegenover is natuurlijk het gemeentehuis en mijn kamer zit ook aan de voorkant. Dus ik heb het heel goed in de gaten kunnen houden. En het is gewoon een geoliede machine. Alles komt op tijd, het past op elkaar. Die tent staat ervoor dat je het in de gaten hebt, dan gaat die ijsvloer erin. En deze mannen zijn behalve vrijwilligers, die zijn ook allemaal zelf erg handig. Dus die hoeven het niet aan derden over te laten. Die steken zelf de handen uit de mouwen. Nou ja, dat is prachtig om te zien. En bent u zelf een schaatsliefhebber? Ik vind schaatsen erg leuk. Ik ben zelf wel van de iets langere schaatsen. Die mag hier niet op. Hè. Met Noren kan dat natuurlijk niet. Maar in het verleden heb ik met de kinderen hier wel geschaatst. Die zijn inmiddels wat ouder. Ja, dan moet je een beetje inhouden. Maar het is een hartstikke leuke baan voor de jongelui. En zoals u aangaf, u zit tegenover, dus in de lunchpauze kunt u natuurlijk ook even nog een rondje schaatsen. Ja, dat is er nog niet van gekomen. Je brengt me op een idee. Ja, hè? Ook in het kader van Kuik beweegt, u gaf het ook al aan. Kunt u daar ook wat meer over vertellen? Ja, dat, zoals vele gemeentes, maar Kuik heeft daar wel een traditie in, proberen we zeker ook de jeugd echt aan het bewegen te krijgen. Dat is hartstikke belangrijk, zeker in deze tijd dat er natuurlijk zoveel aanbod is op mobiel, op televisie. Ja, dat je gewoon op je krent blijft zitten en dat is niet goed, dat is niet gezond. We merken ook, kinderen worden dikker en daarmee ongezonder. En ja, dus probeer op allerlei manieren bewegen te stimuleren. En dit is een hele leuke, plezierige manier om het ook te doen. En wat is, wat betekent Kuik on Ice voor Kuik? Nou, ik probeer ook te zeggen, het is eigenlijk heel snel een traditie geworden. Het is natuurlijk echt in het centrum. Als je gaat winkelen kun je even de kinderen laten schaatsen. Maar belangrijker nog, denk ik, de scholen, die zijn helemaal ingeprogrammeerd. Alle klassen komen een keer aan de beurt en maken het mee, zien ook hoe leuk het is. Gaan dan s'avonds met vriendjes nog een keer. Dus ja, het hoort er gewoon helemaal bij. Frans Bus, voorzitter van de stichting Kuik on Ice. Het is net geopend voor de 8e keer. Hoe voelt dat? Geweldig, dat het weer voor elkaar is met al die mensen, die vrijwilligers, die hier toch al een week lang, iedere dag van 's morgens 9 tot 's avonds 10, 11 uur bezig zijn om dit gerealiseerd te krijgen. Daar zijn we wel heel trots op. Ja. Kan ik me voorstellen, inderdaad. Hoe kwam u 8 jaar geleden op het idee om een ijsbaan midden in Kuik neer te zetten? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat we zijn met een aantal mensen hebben een visvijver gehuurd. En het ging hard vriezen, toen hebben we die visvijver gebruikt als ijsbaan. En toen zei ik, goh, het zou mooi zijn als dat in het centrum ook zou kunnen. Nou, zo zijn we toen mee begonnen. En weldra was het een feit. En nu al 8 keer. Ja. En bent u zelf ook een groot schaatsliefhebber? Geweest. De leeftijd laat niet meer toe dat ik dat nog doe. Dat is niet gezond meer gewoon. Nee. En
Je ziet eigenlijk in heel Nederland allemaal van die ijsbanen ontstaan. Het gebrek aan strenge winters, verklaart dat de populariteit van de ijsbanen? Ja, zeker, want er zijn kleine kinderen die hebben nog nooit op natuurijs geschaat. Komt hier bijna niet meer voor, in het noorden van het land nog af en toe. Maar in dit stuk van Nederland bijna niet meer. En als je ziet hoeveel kinderen dat er komen schaatsen. Alle scholen, 2.500 tot 3.000 kinderen sowieso. En voor die is het natuurlijk heel mooi. Dat een klasverband kunnen schaatsen, die komen daarna zelf. Nee, dat is, ja, dat kan ik niet meer wegdenken. Wat de burgemeester al zei, we moeten proberen het te handhaven. Blijft ook een Nederlandse traditie, hè, schaatsen? Ja, dus zeker een Nederlandse sport, ja. Nou is de ijsbaan hier de komende 3-4 weken. Wat staat er nog allemaal op de planning? Ja, we doen dus nog 2 avonden ijstoxische. We hebben die Crocobilly van Laco, die komt de kinderen vermaken op woensdagmiddag. We hebben repetities van koren, van bands en zo, s'avonds. Er is dus nog een sponsoravond. Nou, daar is eigenlijk van alles te doen. Als u op onze website kijkt, www.kuikenhuis.nl, dan ziet u alles wat er te doen is. De ijsbaan is net geopend en jullie hebben de schaats al aan. Ja. Dus jullie konden niet wachten totdat het weer ging beginnen? Ik ga schaatsen na een heel lang jaar. Jullie jas staat ijsmeester. Kun je uitleggen wat dat is? De ijsmeester doet eigenlijk alles wat om de ijsbaan gebeurt. Ze houden de banen bij. Ze zorgen dat het orde is. Ze houden iedereen in de gaten, dat iedereen alles volgens de regels doet. En in principe houden ze alles in de gaten, sowieso de koeling van de machines. En ze houden continu ogen gesteld tot alles vlekloos verloopt. Dus eigenlijk is het meer kuik on ice meester dan ijsmeester? Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk gewoon de sociale mannen die eigenlijk alles in de gaten houden. Hebben jullie verstand van het ijs zelf? Houden jullie dat ook goed in de gaten? En wat, bijvoorbeeld, hoe dik is het ijs? Het ijs is nu ongeveer 7 centimeter. We hebben achter een chiller staan. Het gaat, er zijn de koelvloeistoffen in. Het gaat met min 10 graden gaat het aan die kant erin. Dan gaat hij achterlangs en dan komt hij terug. En dan komt hij ongeveer op min 8 komt hij terug. En dan gaat hij weer de chiller in. En zo kunnen wij zelf zien en bijhouden hoe die koelt. En wat de kwaliteit van het ijs wordt. Hij wordt dus in laagjes opgebouwd. En vanavond gaan we weer vegen. En om 10 uur dan sproeien we hem weer. En dat mag maximaal 7,5 centimeter ijs zijn. Want dan heb je optimaal qua rendement, maar ook qua kosten en stookkosten. Want hoe dikker het ijs wordt, hoe hoger de stookkosten. Dus we proberen de stookkosten zo minimaal te houden. Dus we houden continu de chiller in de gaten overdag. Wat doet het ijs? En daarmee kun je spelen, plus heel veel bezuinigen op de energiekosten. Ik denk dat de buitentemperatuur ook wel van belang is dan, of niet? Buitentemperatuur speelt mee, maar wat belangrijker is, boven de ijslaag zit een koude deken. Onder de tent zit ook een koude deken onder het ijs. Zou je geen goede randen om het ijs heen hebben en alles opengooien, dan waait de warme lucht de koude deken van het ijs af. En wat gebeurt er? Je moet meer gaan stoken. Doordat nou een beetje de zijkanten dicht houden, blijft die koude deken boven het ijs en onder het ijs, tot alles afgeschermd is. En dan heb je weer minder stookkosten. Je zei van, dan gaan we vegen, hè? Ja. En dan gaan we sproeien. Waarom? Want ja, ik zou zeggen, van dat vriest meteen aan. Dus wat is dan het belang daarvan? Nou, je ziet, als je de achterkant ziet, zie je allemaal witte hopen liggen. Daar komt echt een flinke rafel ijs af. Dat schuiven we allemaal eraf. Dan is hij helemaal schoon. Dan borstelen we met een borstelmachine schoon. En vooral onderaan bij de hoeken, bij de ijzeren strips, maken we goed schoon. Anders hoopt er heel veel ijs op. En dan krijg je geen mooie vlakke baan meer. Dus wij doen borstelen, vegen, dan is de hele baan schoon. Dan laten we een dun laagje water erop lopen. En dan vriest de hele nacht mooi wel vlak. En 's morgens hebben we een schitterende nieuwe ijsbaan. Schaats je zelf ook? Ik schaats zelf ook. Dus het is 3 weken, 4 weken feest voor jou? Dus vanmiddag hebben we al op het ijs gestaan. Dus helemaal goed. Veel succes en veel plezier nog. Dankjewel. Ik hoor net, dat was je debuut? Dat was mijn debuut, ja. Mijn debuut voor Team Jumbo. Ja. En hoe ging het? Ja, redelijk, redelijk. Ik kon beter. We hebben niet gewonnen. Maar ik heb het gevoel een beetje gekregen. Dus voor de wedstrijden zijn we er wel klaar voor. Wat is precies de bedoeling van het spelletje? De bedoeling is om... het is een soort shootable. Je moet proberen de... Ik weet niet hoe je het noemt. De kegel, de ijsstok. Is de bedoeling om die zo dicht mogelijk bij de ring te krijgen. En zodra degene die het dichtst erbij ligt, die hoeft niet te gooien. Dus dan gooit de tegenpartij. En dan zodra alle stokken zijn gegooid, wordt er gekeken wie het dichtst erbij ligt. Krijgt 3 punten. En alles wat nog binnen het vak ligt, krijgt ook een extra punt. En zodoende ga je van links naar rechts. En wordt de score bij elkaar geteld. En dan komt daar een winnaar uit.
Dit was hopelijk wel een oefenspelletje voor jullie. Ja, dit was de demo. Dit was om voor iedereen even te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Want je zegt je bent van Team Jumbo en die hebben de Wisselbeker gesponsord of vernieuwd dit jaar. Dus daar gaan jullie voor. Dat is wel de bedoeling, ja, natuurlijk. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze altijd. Maar het is altijd wel lekker als je toch uiteindelijk wel daar binnen staat met de beker. En, ja. En ben je alleen voor wedstrijden hier te vinden of ga je ook nog zelf schaatsen in de komende weken? Ik weet niet of schaatsen slim is voor mij. Ik ben daar niet zo'n held in. Maar ik ben hier denk ik wel vaker te vinden, ja. Okay. Ja. Nou, in ieder geval heel veel succes en heel veel plezier met het ijstok schiezen. Ja, dankjewel. Ja. Nou, u staat hier bij de schaatsuitleenpost, zal ik maar zeggen. Doet u dit al lang? Dit is mijn zesde jaar. En waarom is dit zo leuk om te doen? Omdat de vrolijke gezichtjes te zien van de kinderen. En de ouders die dan zien dat de kinderen weer blij zijn. Dat is heerlijk. Dat is echt mooi. Dus er zijn vooral kinderen die hier komen? Grote kinderen, kleine kinderen, van jong tot oud. Alles vindt het even leuk en dat is gewoon het mooie ervan. Ja. En houdt u zelf ook van een rondje schaatsen? Op zijn tijd doen wij dat ook, ja. Met de kinderen. Heel leuk. Hebben jullie alle maten schaatsen of vanaf welke maat gaat het? Vanaf maat 31 tot en met 45. Dus dat is in principe vanaf een jaar of 6, 7 tot... Ja. Ja. En voor de allerkleinste hebben we ijzertjes. Oké, en wat is dat? Van die glijertjes, die met vier eronder. Is ook veel veiliger waarschijnlijk. Voor die kleintjes wel. Terwijl ik hier kijk, zie ik dat het... Er liggen hier doeken, er liggen hier afwasborstels. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat is. Daar doen we de schaatsen mee schoonmaken. Het ijs wat op de schaats zit, dat doen we eraf halen met de borstel en dan met het doek na. En dan zetten ze weer terug. En slijpen jullie de schaatsen ook? Die worden van tevoren voordat ze hier komen geslepen. En dat is voldoende voor de hele... Ja, meestal wel. En als ze te bot zijn, dan zetten we ze aan de kant en dan krijgen ze andere. Wat is nou het gekste wat u hier heeft meegemaakt in de laatste 6 jaar? Geen idee. Nou, op zich is het ook goed, want dan dat betekent dat het eigenlijk altijd gewoon lekker gezellig is. Ja, altijd even gezellig. Onderling en met de mensen die hier komen. Nou, bedankt en heel veel plezier de komende periode. Komt goed. Hoe ging het? Goed? Goed. Jullie waren echt als allereerst op het ijs. Kon je niet wachten? Nee. Waarom is schaatsen zo leuk? Ja, het is gewoon leuk. En met vrienden en zo. En wat doen jullie op het ijs? Wedstrijdje of wat doen jullie precies? Overlooptje. Wat is dat? Ja, daar staat iemand in het midden en dan ga je van de ene kant naar de andere kant. En degene die in het midden staat, moet je dan tikken om af te gaan. En als je dan af bent, moet je meehelpen. En ben je een beetje goed erin? Nou, valt wel mee. Hey, en de komende week is gaan jullie dan veel schaatsen? Ja. Elke dag? Denk het wel. Heel veel plezier. Dank je wel.